Hey neef, moet je wat hebben? Hey neef. Yes, goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Hashtag Nieuwsgierig. Jullie hebben massaal gevraagd, tenminste mijn DM staat vol met DM's waarin staat, jullie alsjeblieft weer nieuwsgierig naar vrouwen doen. Ja. En wij hebben nog wel een cliché'tje liggen, namelijk vrouwen vallen op bad boys. Ja, althans, dat zie je in de films altijd. Ik moet zeggen, als ik terugdenk aan mijn middelbare schooltijd, had je ook wel een paar foute gasten die dan wel weer knappe vrouwen om zich heen hadden. Dus het zou best wel eens kunnen werken. Ja, dus wij dachten, wij gaan vrouwen versieren als ware bad boys. Oké, voor de eerste bad boy situatie ben ik net op vrije voet. Ik heb een tijdje vastgezeten, dus ik heb huisarrest, maar ik ben vrij met een enkelbandje. Het is geen echte, dat zou ik niet zeggen. Hij lijkt heel erg echt. We doen hem om de enkel. Ik kom met een heel stoer verhaal dat ik net vrij ben. En we kunnen alleen maar aan deze kant van de stad daten, want daar mag ik niet komen. Geef het ze. Wat denk je? Gaan vrouwen me sexy vinden op deze manier? Hij moet wel zichtbaar zijn. Hij moet, ja, man. Ja, je moet hem een beetje trots showen, toch? Ja, ja, ja. Je hebt gewoon verlof, man. Je hebt verlof. Je krijgt er nou verlof. Ik van maandag tot met vrijdag kan ik niet, maar weekend heb verlof. Ja. Ik wil een leuke ding doen. Dat vind ik. Oké, is goed. Ik check je later. Later. Ik doe dit eigenlijk nooit, hoor. Maar ik zie je zo voorbij lopen. Ik vind je een hele leuke uitstraling hebt. Ik zou balen als ik thuis kom en ik zou het niet vragen. Zou je het leuk vinden om een keer wat te drinken? Het enige is, het kan alleen zeg maar, aan die kant van de stad, want daar mag ik niet meer komen. Anders gaat het ding piepen, ja dat is voor 3 maanden hoor. Over 3 maanden kunnen we wel wat daar drinken. Zou ik je nummer mogen? Nee, sorry. Nee? Oké. Okay. Helaas. Ik zou met je mee willen lopen, maar dat kan dus niet. Hey. Mag jij even wat vragen? Ja. Rij je daar, heb je daar twee agenten zien rijden? Ze zijn naar me op zoek, dat is een beetje een probleem, maar je hebt een leuke lach. Oh, hoezo? Ja, ik heb dit ding uitgezet. Uh-huh. En nu willen ze weten waar ik ben, maar ik ben helemaal zat, joh. Je hebt wel echt een hele leuke lach. En dat heb ik echt lang niet gezien. Zou je het leuk vinden als ik je misschien een keer kan bellen, dat we een keer wat kunnen drinken of zo? Ja, ik ben 16. Jij bent 16? Ja, dat is het. Ah, dan zie je er wel, ja. Dan zie je de oudheid. Nee, dat gaat niet. Ja. Dat gaat, nee. Dan krijg ik een tweede enkelband. Oh, nee, ja. Nee, ja, dan min... nee. Oké, okay, nee. Maar het geloof je niet, Niels. Ze is 16. Nee. Waarom zien meisjes van 16 er tegenwoordig uit als 21? Ze hebben een mooie make-up en ze ziet gewoon 21 uit. Dat niet kan normaal. Je niet zien. Nee, je kan het niet meer zien, joh. Mag ik jou even snel vragen? Heb jij iets van een mesje waarmee we dit los kunnen krijgen? Nee. Ik heb hem namelijk gesloopt en ik weet binnen een half uur zijn ze er. Het is helemaal kut. Nee, ja, ik heb een sleutel, maar dan krijg je hem niet mee open. Nee, hè? Ik vind het wel lief dat je me zoekt. Of tenminste, me helpt. Ja. De meeste mensen negeren mensen als ik. Zullen wij misschien een keer wat gaan drinken? Nee, sorry, ik heb een vriend. Ja? Ja. Maar dat, ja, alles wat niet mag is spannend, toch? Nee? Nee, ga ik niet doen. Nee? Oké. Okay. Ah, oké. Okay. Doei, doei. Oké, okay, zoals je kunt zien regent het hier achter ons een beetje. Dus we zijn even van hier naar daar gegaan, ja toch. En ik heb wel een leuke toevoeging. Dit zijn sleutels. En als je die kwijt bent, dan kan je ze even laten rinkelen met zo'n app. En dan krijg je dit. Find my keys. Maar dit is een... Dit klinkt badass. Ja. Dit klinkt heel badass. Dit is voor jouw enkelband. Mag jou snel wat vragen? Hey, ik heb een probleem. Heb jij misschien iets van een schaar of een mes of zo? Ik moet deze rap halen. Ik heb hem net gemolkt. En binnen een half uur zijn ze er. Allemaal spullen op school. Ik heb niet bij me. Zou je het leuk vinden om misschien een keer wat te drinken? Ik mag alleen... Kut, je hoort hem al. Ik kan niet... We kunnen wel een keer wat drinken, maar alleen een West. Wat is je nummer? Heb je snap? Ik heb mijn nummer niet echt aan jongens. Nee, ik heb geen snap. Je hebt geen dat je niet aan ik. Nee, ja, nee ja, dat doe ik niet aan. Dan kunnen ze me in de gaten houden. Oké, je moet nummer 06. 06. 48. Top, ik moet even snel weg. Anders kan... Ja, later. Ik heb een nummer. Dit is toch nooit... Dit is toch niet normaal, sorry. Sorry, ik ben echt... Ik kom over als echt een pauperkneus. Die een enkelband al heeft. En ik krijg een nummer. Ongelooflijk. Ik als bad boy Jossa heb gewoon mijn allereerste nummer op camera ooit geregeld. Oké, okay, maar goed. Bij mij is het nu 1 keer gelukt. Ja. Ik ben heel benieuwd. Wat wordt jouw bad boy strategie, tactiek om een vrouwtje in de palmen? Nou, dat ga ik je laten zien. Kijk, jullie vragen jullie misschien af, hè? Waarom is Niels verkleed als Nesim?
Nou, dat komt omdat ik drugsdealer ga spelen. En wat heb je allemaal bij je als drugsdealer? Gewoon, ik heb thuis nog wat liggen, dus... The good stuff. The good stuff. Kijk, dit is gewoon leeg, even voor de duidelijkheid. Ja. Ja, dit is al opgegaan voor de opname. Waarom denk je dat Martijn er niet bij is? Bluff laat nu zien. Laat nu zien. Hou achter de rug. Bluff. Ja toch. Ja toch. Aight. Hey, moet je het hebben? Moet je het hebben? Nee? Moet je? Nee? Wat zou ik moeten hebben? Nou, ik heb hier alleen die pure, weet je. Oh, die reeks. Die pure? Nee? Mag ik dan wel wat hebben? Jouw nummer? Nee, ook niet, sorry. Ook niet? Ah, damn man, broski. Waarom niet? Hey neef, moet je wat hebben? Hey neef. Moet je? Ik heb die pure, hè. Ik heb die pure nummer. Hey neef, moet je wat hebben? Tegen een vrouw! Tegen een vrouw! Hey neef! Broski, moet je wat hebben? Zeker weten. Het is alleen die pure, hè. Weet je het zeker? Colombiaanse, Peruaanse, Zimbabweanse, alles. Tjala. Mag ik wat vragen? Ja, je ziet er leuk uit en zo, weet je. Dus ik dacht, misschien wil je een keer een drankje doen of zo. Nou, alles is dicht, hè? Dus, Nou, het is wel open, weet je. We kunnen gewoon een foontje uitwisselen of zo, weet je. Ja? Weet je, ik heb veel dingen gezien in mijn leven die niemand wil zien, weet je. En ik wil gewoon vluchten, jij en ik, je weet toch? Vluchten? Ja, gewoon naar een mooi land, gewoon. Gewoon, ik ben bezig met laatste klussen, dan is het gewoon, weet je, jij en ik, pop, gaan we. Ja, toch? Waar wil je vluchten dan? Ah, Dubai, zo. Oh, nee. Nee? Van mijn leven niet, ik ga door naar Dubai. Oké, okay, dus, foontje? Nee? Oké. Okay. Oké, hou je rustig, ja? Cool. Nou, dit gaat hem niet worden, hoor, op deze manier. Die gaat het niet worden op deze manier. Ik kan hier nog uren gaan staan. Ik kan hier echt nog uren staan, maar dit wordt helemaal niks. The next day. We zijn even naar Utrecht gegaan, hier is het een beetje overdekt. We gaan nog even een poging doen, hè? Ja, we zaten te denken, misschien moet je gewoon echt uitstralen als je een bad boy bent. Wat heb je daarvoor nodig? Een face-tattoo. Ja, we hebben aan de productie gevraagd, zouden jullie misschien zo'n tattoo zoals Mike Tyson heeft kunnen regelen voor ons, op ons gezicht? Dit is hem geworden. Van een doodshoofd. Dit staat, ja, serieus. Heel... Kijk even, dit zou toch gewoon staan? Nou, steen, papier, schaar voor wie eerst gaat? Ja, steen, papier, schaar. Ja. Jij gaat eerst. Oké, okay, 3, 2, 1. Nee, dat ging niet goed, hè? Je bent echt een mongool! Nee! Dit is echt niet normaal, hoor. Probeer eens link over te komen dan. Anders moet je je kopje op. Even zo. Oh ja. En een beetje zo. Werkt dit zo? Ja, dit werkt beter, man. Ik sla de oorlog aan die sukkels van de straat. Hé, schatje, ik zie je lopen. Ik denk gewoon, ik kan jou niet voorbij laten gaan, toch? Mag je nummer. Gaat het werken? Ja, ja. Oké, okay. Gaan we het doen, jongens. Oké, okay, zet hem op, jongen. Sorry, mag jij wat vragen? Ja. Ik heb zo namelijk een sollicitatie, maar ik heb een beetje foundation nodig. Ik heb gewoon nog een hele rare tatoeage op mijn hoofd zitten. Ik heb geen foundation, sorry. Ja, maar dat gaat nooit lukken, zeg maar. Niels, ik word gewoon uitgelachen en terecht ook. Ik heb ook gewoon geen vertrouwen in het feit dat dit gaat lukken. Het zou toch goud zijn als ik een nummer weet scoren op deze manier. Hey. Hey. Ja, nee, is goed. Dan loop ik even kort met je mee. Heb jij misschien foundation? Ik heb daar nog een hele rare tatoeage van vroeger. Die moet eraf. En ik heb een sollicitatie. Dan kan ik het verdekken misschien. Daar zit in de klas. Ja, ja. Heb je heel veel foundation? Dat is waar. Het is ook helemaal geen goede, eigenlijk misschien kutzooi. Hoe de fuck ga je met zo'n tatoeage om een vrouw te versieren? Mag jij het vragen?
Sorry. Negeer je me of hoor je me niet? Zal ik jou mogen vragen? Sorry. Oh, je hoorde me niet. Nee. Je kijkt heel vriendelijk naar me. Zou je het leuk vinden om een keer wat met mij te drinken? Nee, sorry, ik heb een vriend. Heb je een vriend? Ja. Is het een beetje een bad boy of... Nee, ja? Zoek je nog een beetje een bad boy? Nee. Nee? Anders kan je me bellen, hè? Nee, nee. Oké. Okay. Ik wil niet meer. Het is echt gênant. Ja. Het is echt gênant. Oh, ik heb er wel een beetje met je te doen hier. Ja. Ik heb een plakplaatje. Het is jouw beurt om de tattoo te krijgen. Ik zat alleen even te denken waar ik hem dan zou plakken. Ja. Misschien ook wel gewoon. Ook voorhoofdje? Oké, die schedel moet er gewoon echt in het midden. Juist, goed zo. Yes, ik denk dat je er klaar voor bent. Ja? Ja. Haal hem er maar af. Komt-ie. Bad boy Niels. Ja, ben ik lijp? Ik kan hem tegenaan. Ben ik lijp? Je moet helemaal... Ben ik helemaal lijp? Ik ben niet lijp. Dit is echt heel triest. Ja, dit is zo. Jezus Christus. Nou, wil je crazy ijs erop zetten? Ja, crazy ijs. En een scheiding in het midden. Hi, ik wil even zeggen dat je wel, wel echt een hele mooie schedel. Dank je. Alsjeblieft. Ga je nog wat doen vandaag? Of, We zijn naar huis. Oh, heb je misschien zin om een keer af te spreken? Nee, dank je. Oké. Okay. Kijk op YouTube. Oh, echt? Oké. Okay. Ja, dat gaat niet lukken, denk ik, hè? Nee. Ja, jammer. Komt niet door mijn schedel. Nee, maar jouw schedel is prachtig. Oh, yes. Ik zei dat ze een hele mooie schedel had. Zou je dat echt? Oh, dank je. Wat een vorm. Ja, je hebt echt een mooie schedel. Dank je. Hi. Alles goed? Ja. Ja? Ja, gaat goed, gaat goed. Vrijheid, hè, is het belangrijkste. Zeker. Weer vrij. Vroeger verzamelde ik schedels. Dat is een tijdje voor gezeten, maar vroeger was ik wel goed in. Maar het is mijn hele kelder vol met schedels. Allerlei verschillende soorten maten. Heb je zin om een keer wat te drinken? Nee, eigenlijk niet. Oh, oké. Okay. Nou, jij ook. Doei. Doei. Ik begon net te vertellen dat ik een schedelverzamelaar ben. De hele kelder vol zit met schedels. Zonder van je schedel als je... Zonder van je schedel als je je mondkapje op doet. Ik zou hem gewoon afdoen. Wat? Hou je niet van schedels? Ja, dat doe ik zo. Ja. Ik ben een soort schedelverzamelaar. Althans, de laatste tijd mag ik dat niet meer doen. Een tijdje ervoor gezeten, maar... Ik heb wel haast. Ik moet nu naar mijn les. Oh. Oké, nou, we kunnen het gesprek wel een andere keer afmaken. Zullen we nummers uitwisselen? Ja? Oké, nou. Op. Wat is je nummer? 24. Succes. Ja, dankjewel. Ik ga je appen. Yeah! Hou op! Met mijn schedel! Maar het is toch knap ook? Ja. Hou op! Ja. Ongelooflijk! Dat ga ik nu ook doen. Ik hou op nu. Ja, snap ik. Tegen alle verwachtingen in. Ja. Ik vind het leuk, want ze kijkt naar de persoonlijkheid. Ze kijkt verder dan het plaatje. Ze keek door jouw masker heen. Ja. Ze zag jou voor wie jij echt bent. Ja. Nee, maar we kunnen wel een kleine conclusie trekken na vandaag, toch? Er zijn gewoon heel veel vrouwen die niet op bad boys zoals wij van. Ik denk gewoon niet dat bad boys... Ik vind het een cliché. Het is bullshit. En ook even naar alle mannetjes thuis. Behandel het vrouwtje gewoon lief en aardig en leuk. Ik denk dat ja... Dit sloeg helemaal niet. Maar heel toepasselijk om dit nu zo te zeggen. Ja. Je zou eventueel ook kunnen, naast het lief en aardig en goed behandelen van je vrouw, daar bij de haren kunnen pakken, uit de auto halen. En dan kan je haar met een autodeur zo tegen de hoofd klappen. Dat kan ook. Dat is wel echt bad boy. Maar dat vinden vrouwen dus gematigd leuk. Maar goed, nee, dat doen we dus niet. Gewoon lief en goed en aardig behandelen wat ze verdienen. Yes? Blijf gewoon lekker bij jezelf. Ja. We zijn volgende week gewoon weer terug. Oké. Later. Later.